In Tiel heeft in het weekend van 19 en 20 maart een grote kunstroof plaatsgevonden. Tientallen klokken zijn daarbij meegenomen door de dader of daders. De inbraak is gepleegd in een winkel aan de Heiligenstraat 21. De verzameling, opgebouwd in tientallen jaren, bevat een aantal zeer zeldzame kunstwerken. Dit is een verzameling, dit is vanaf mijn 16 jaar, dat is ongeveer 45 jaar nu. En ik kwam elk jaar weer, of daar weer, of daar weer. Ik handel in visementen, ik heb ook nog een winkel in feestexperts. Dat is allemaal feestartikelen, maar dat is iets heel anders dan dit. Dit is mijn levenswerk geweest. Dit is mijn hobby geweest tot de dag van vandaag. En u mag gerust weten, ik heb bijna nog helemaal niet geslapen van wat hier gebeurd is. Er waren zeer bijzondere klokken bij. Ik ben ook altijd de verzamelaar geweest van dingen wat een ander niet heeft. Of wat dus heel zeldzaam is. En daar kom ik tegen dan. Ja, dan vind ik het zo mooi. En zeker als het op klokkengebied is. Er zijn er nu ook hele bijzondere weg. En die hebben ook een enorme waarde. Nogmaals, niet de waarde in geld is niet meer uit te drukken. Maar alleen al de emotionele waarde. Dat je zo'n stuk kwijt bent. En ik hoop ook werkelijk dat dus ook alle antiquairs of iedereen in Nederland die ooit wat hiervan ziet. Dat ze dreigen netjes melden bij de politie. Of bij mij. Door mij is 5000 euro beloning uitgereikt. Of die zal ik dan uitreiken voor de gouden tip die komt over deze inbraak. Dit kan via 06 531 89849. Ik heb het Tiel nog nooit gehoord dat er ergens zo'n inbraak geweest is van kunst of diefstal van. Of nou klokken zijn of schilderijen. Ik heb nog nooit zoiets gehoord dat hier voor zoveel waarde weg is. Thank you.